Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 21. Goedemorgen iedereen. Oh shit man, ik heb het gevoel alsof ik in een film leef. Deze hele ochtend al. De hele ochtend, zo lang ben ik nog niet wakker. Gisteren stuurden mensen mij dat ze berichtjes kregen van mij op Snapchat. En foto's van mij kregen op Snapchat en zo. Terwijl ik totaal geen Snapchat heb. Ik heb geen Snapchat, ik heb dat vroeger gehad, maar dat is al drie jaar geleden denk ik. Ik gebruik dat al 3 jaar niet meer. En dat profiel is ook weg, maar die persoon zou gaan onder de naam van Thalisa Lo, dezelfde naam als mijn Instagram. En die stuurt foto's en ik kreeg al de laatste week berichtjes van mannen van "It was really nice to chat with you" en hartjes en zo. En oké, ik krijg wel vaker berichtjes van mannen, rare berichtjes. Maar deze week was het precies zo meer. En ook zo van, it was nice to talk to you. En zo'n dingen. En ik dacht in mijn eigen, huh. Dus ik heb daar gewoon niet op gereageerd. En dat gewoon genegeerd eigenlijk. En nu stuurde een meisje mij van, ik zit op Snapchat en je stuurt foto's en zo. En ik zei, maar nee, ik zit helemaal niet op Snapchat. Dus nu deze morgen stuurde ze mij een foto. Van een foto in Parijs van gisteren. En die foto staat echt nergens. Dat is, ik heb de foto hier. Dat is een foto, ik heb die naar niemand doorgestuurd. Niemand heeft die. Ik heb 1 foto in die aard gepost, maar het gaat om deze die online zou staan. En die via Snapchat wordt gestuurd en niemand heeft die foto. Die staat alleen op mijn gsm. Dan zie ik nog iets dat iemand zegt dat er pikantere foto's worden gestuurd. En daar heb ik ook een screenshot van gekregen. En ja, ik ga de foto nu niet laten zien. Er is niks te zien, gelukkig. Ik heb een onderbroek aan en mijn handen zijn voor mijn borsten. Maar dat was een foto die voor Sam is bedoeld geweest of zo. Allee, of zo, ja, voor Sam bedoeld is geweest. Of die niet verzonden is, maar die foto staat op mijn gsm. En blijkbaar gaat die foto ook rond, heb ik nu net te horen gekregen. Dus ik ben helemaal in paniek, want niemand kan die foto hebben. Niemand kan die foto's hebben. Want ik snap er echt geen hol van. Ik begrijp er echt niks van. Ik weet ook niet wat ik moet voelen. Van binnen, ik voel me echt heel erg zenuwachtig. Maar ik heb naar de politie gebeld, internet, dingen, zoiets, die gaan helpen. Dus ik heb er zo meteen een afspraak, dus ik ga me klaarmaken. En dan ga ik naar daar. En hopelijk weet ik dan iets meer of zo, want ik snap echt niet wat er aan de hand is. Want het lijkt ook die ene foto dat die van mijn Instagram verstuurd is geweest. Zo lijkt het. Maar dat kan niet, want alleen ik zit op mijn Instagram, dus. En ik zou nooit zo'n foto sturen naar iemand of weet ik veel. Dus ik snap er echt geen hol van. Maar oké, hopelijk heb ik straks meer nieuws. Ik ga me klaarmaken. Ik ben fucking zenuwachtig. Ik hoop dat ze me kunnen helpen. Of dat het iets heel normaal te verklaren is. Ik weet het niet. We shall see. Tot straks. Oké, ik ben thuis. Het is ondertussen 8 uur of 9 uur later. Sjaalke is hier. Oh, iedereen is hier. Hallo. En mijn gsm was dus gehackt. Er zat dus iemand in mijn gsm.
samen met mij. Ik kan het zelfs allemaal niet uitleggen. Ik heb het al aan Sam uitgelegd en zo. En alleszins, die persoon stuurde vanuit mijn naam berichten, alleen berichten, Snapchats en Instagram berichtjes naar mensen. Met foto's van mij en ja, gewoon van alles wat niet echt kosher was. Ik heb heel veel geluk dat iemand op Instagram mij dat heeft gemeld. En zei van dat hij een foto van mij had gehad op Snapchat. Waardoor dat ik ben beginnen nadenken. En dat ik, toen ik die foto zag, dat ik dacht van oké, dat kan niet, want niemand heeft die foto. Waardoor dat ik direct dat ben gaan melden allemaal. En zo heeft iemand die heel veel van hacken kent mijn gsm terug hersteld. Mijn laptop moet ik nu nog helemaal opnieuw instellen. Want voor de zekerheid moest ik die ook helemaal clean maken. Dus de vlog van vandaag, die vandaag online moest komen, die was later omdat ik gewoon niet kon monteren. Met heel dat gedoe. Maar oké, ik ben heel blij dat mijn Instagram er nog is. Want zo goed was de hacker blijkbaar niet, want hij heeft mijn Instagram niet gehackt of zo. En dat hij niet aan mijn bankgegevens is gekomen, al die toestanden, dat was nog erger geweest. Ik ben ook heel blij dat de foto's binnen beperken zijn gebleven. En dat het geen foto's zijn die ik echt niet wou dat rondverspreid werden. Allee, deze ook niet, maar oké, hier is nog niks op te zien. Dus, so be it. Kan toch niks aan doen. Maar ja. Ik ga de adventkalender openmaken. En dan denk ik dat ik morgen ga verder vloggen. Dus ik ga die kalender nu al openmaken. Want ja, er is echt niks interessant gebeurd in deze vlog. Maar ja, als er mensen zijn die kijken en die een berichtje van mij hebben gehad. Een raar berichtje. Allee, raar in de zin van, wilt je op date gaan met mij? Of wilt je, weet ik veel wat, doen met mij? It wasn't me. De schade is beperkt gebleven. Omdat ik er zo snel bij was. Dus ik ben echt wel blij dat ik er zo snel bij was. Oké, adventkalenders. Oké, de adventkalender. Kiels zit er een zeep. Een zeep voor mannen in. Ziet er zo uit. Zo echt een blokzeep. Ik ben benieuwd of Sam dat gaat gebruiken. Bij Bruno Vasari zit Inner Light Serum in. Ziet er super mooi uit. Dat blinkt zo precies een beetje. Gaat af. En dan bij IKEA twee chocolaatjes. Eentje zat er nog in. Wat ik nog niet had opgegeten. Heeft iemand daar nu aan gelekt, mannetjes? Wordt zo nat? Ik denk het niet. Oké, ik ga de katjes en snoepjes nog geven. Maar morgen hebben we wel weer een toffe dag. Dus ik ga jullie gewoon deze vlog morgen meenemen. Dus ik zie jullie s'avonds. Oké. Sam is aan het pissen. Hier. We staan in het midden van de velden en ineens valt gewoon mijn auto stil. Echt in het midden van allemaal velden. En die valt gewoon echt ineens uit en stil. En nu kan ik niks meer doen. Krijg je hem niet meer opgestart, niks. Dus Sam gaat nu eens kijken, maar die geeft het lampje van de batterij aan. Dus ik gok dat er iets mis is met de batterij. En? Amai, dat stinkt, hè? Dat stinkt naar vuur. Dat stinkt naar vuur. Ja. Hier zitten we dan, hè? So much fun. Yes, we love it so. We gingen naar de wellness. Ik weet niet of ik het al heb gezegd. Naar even de verborgen parel met ontbijt. En
Dan wellness 3 uurtjes met zo'n ontbijtarrangement. En nu zitten we in de velden, in pan. Alleen pan. Oh, het was gewoon kapot. Nee, in pan. Ja, die doet toch gewoon niks. Dat niet meer, wil niet zeggen ja, dat die kapot doet is, niks, hè. Niks, niks. 0,0 doet die. Niet op je nagels bijten. Maar na verschillende garages te hebben gebeld, komen ze ons zelfs te paneren. Dan komen ze ons slepen. It's gonna be fun. Maar we hebben toch eten meegepakt? Want we nog, we ja, we hebben nog daar. Niet ontbeten. Ik ben al om 7 uur wakker en ik heb nog altijd ja. gegeten. Ja, we hebben allebei nog niks gegeten. Dus ik heb groentjes en droog brood. Oké, okay, dat is iets, hè. Maar we kunnen overleven en ik heb ook water. Dus dat is toch iets, ja. Oh, wat een kutvlog is deze, man. Shit, man, dit is echt de ergste, zieligste, kutste vlog ooit, denk ik. Ja. Gisteren, want gisteren is ook in deze vlog. Gisteren dat mijn gsm gehackt is en vandaag staat mijn auto gewoon een pan. Dat is gewoon... Ja. Zit niet mee, zit precies. Zit niet mee, nee. Oh, echt waar. Maar na deze shit die ik nu 2 dagen heb gehad, komt er weer keiveel goeie dingen. Vies goeie shit gebeuren nog. Ja, inderdaad. Maar er gaat nog iemand stoppen. Oh nee. Oh, mensen stoppen niet, hè. Maar hier komt bijna niemand voorbij, omdat we zo We staan hier al 3 kwartier en er zijn 3 auto's of 4 auto's voorbij gekomen. Ja, 3, 4, ja, inderdaad. Oh, sorry mannetjes, ik wou jullie kei leuke vlog content geven in de wellness. Yeah. In ons bathing suits, bikinis en zwemshirt en super lekker ontbijt en zo. En nu zijn we hier. Ja, jammer. Ik zie wel appels op de grond liggen, dus als we honger hebben, kunnen we een appel. Oh ja, voilà. Zijn oh, trouwens matchy, hè? Heb je al gezien? Ja, ik heb het gezien, ja. Het zijn allebei witte trui's. Totally too, ik ben helemaal een totally too vandaag. Misschien moeten we even een paar Instagram-foto's buiten gaan maken. Nu weer toch staan. Oké, okay, let's go. Sleepdienst is hier. Ik heb echt geen flauw idee hoe die ons gaan slepen. But we will see, hè. Tot je toch. So sad. Hier staan we dus echt. Er is echt niks. Hey, we zijn terug thuis. Door onze reddende engel. Dankjewel, Sandy. Oh, amai, wat een gedoe. Maar mijn auto is dus nog in de garage. Die wordt gemaakt. Wat was er nu kapot, Sam? De alternator waarschijnlijk. Maar straks weet ik meer. Dus ja. Maar ja, al bij al. Oké, okay, ja. We zijn er geraakt, hè. Maar zonder u zaten we daar nu nog. Schaak je dan. Ja, dan zaten we daar nog. Ja. Maar ze waren wel heel lief. We kregen thee en een krant. Dat is goed geholpen, een krantje. Ja. Die was wel heel lief, die vrouw. Dus het is goed gekomen. We zijn ondertussen 3:10. Oh god, nu is mijn batterij ook nog plat. Are you fucking kidding me? Ik wou filmen in de gym met Dylan. Oh, mijn batterij plimt. Oké, okay, maar we gaan dus naar de gym. Ciao, kaza. Oh. Nee. Rustig, uitademen. Blijf je buik op de kant. Uit.
Zijn jullie bezig? Ja. Hup. Dank u. Haha, wat een dag. Mijn auto is gemaakt. Jij. Ik hoor dat ik het goed zeg, maar de alternator of zoiets was stuk. Dus die hebben ze vervangen. Kost zoveel geld, zo'n stomme auto. Ik haat dat echt altijd, omdat dat iets is. Oké, dat brengt me wel overal. Maar het is niet dat ik echt van auto's hou of zo. Dus dan denk ik altijd in mijn eigen hart. Sorry, ik ben mijn jas aan het ophangen. Dan denk ik altijd, oh, waarom moet ik daarvoor betalen? Maar ja, oké. Hij is gemaakt. Kei blij. Ik heb echt het gevoel alsof mijn laatste 2 dagen een beetje een nachtmerrie of zo waren. Oh, de vlog is nog altijd niet geüpload. En de vlog is dus nog altijd niet geüpload. Een vlog die normaal vandaag online moest komen. En nu ga ik eerst mijn papa bellen. En we hebben frietjes gehaald. Cheat day. En het moet gewoon. We hebben vandaag echt bijna niks gegeten. Ik heb alleen havermout gegeten. En dat is het. Voor de rest niks. En het is al 6:40. Maar de frietjes zijn daar al. Hè. Frietjes, man! Waar ben je dan? Hallo, guys. Woehoe. Hier zijn we met de frietjes. Oh, ik ben zo blij dat ze frieten hebben voor deze dag. Amai. Dat is een beloning voor de 2 klote dagen die we gehad hebben. Ja. Voor de 2 nachtmerriedagen. Maar relativeren, er zijn ergere dingen in het leven. Zeker weten, het is maar een auto, tuurlijk. Het is maar geld wat ik aan moest betalen. En het is maar gsm en het is, allee, het is niks met ons. Dus. Nee, het is dat. Ja, maar toch, het is gewoon kut. Maar het zijn maar spullen, hè. Dus ja, shit happens. Ik heb mijn slechte dingen gehad en nu kunnen de volgende jaren alleen maar goed zijn. Let's hope. Oké, we gaan frieten eten en ik ga mijn papa bellen. Ciao kids, tot ziens. Yes, frietjes! En we kijken, niet dit, maar we gaan Jersey Shore kijken, hè? Family vacation! Smakelijk! Yeah, boy! Nu nog een goed glas Cola Zero. Amai. Echt zo'n bokaal, oh, zalig. Dit is echt goed om deze dag te eindigen. Anders dan had ik heel veel gejankt. Ja, ging je wenen. Ja. Nee, ik heb gisteren al veel geween bij de politie. Oh. Dus vandaag is het niet meer nodig. Oh, nu gaan we. Hoe laat is het eigenlijk? Het is 24:08. Oeh, oh, dat is raar. Nog mee. Zo vroeg zat het al. Oh ja, nee, ik dacht echt dat het 10 of zo was. Ja. Bijna. Oh ja, oké. Nu gaan we work doen. Ik ga mijn laptop helemaal opnieuw installeren. Zodat de vlogs online kunnen komen op tijd. Op tijd, dat is het. Want, ja, mijn laptop moest ook helemaal geformateerd worden door gisteren met die hackingstoestanden. Dus die ga ik helemaal opnieuw installeren. Hopelijk vonden jullie deze vlog toch leuk. Dus zeker thumbs up voor onze 2 kutdagen. Ja. Dat geeft me een beter gevoel. Als je please thumbs up geeft, geef ons goed geluk. Ja. En karma. En als jullie ook een kutdag hebben gehad of zo, let me know in de comments wat er fout ging. En wij zien jullie morgen!